Vlaanderen telde de afgelopen weken weer 1,4 miljoen detectives, die allemaal op zoek waren naar de mol. En net als elk jaar zochten heel wat speurders de mol in de kleinste details, in hints die in het programma verborgen zaten. Heel veel mensen vonden meteen Lennarts huisdier verdacht, een axolotl, een zogenaamde molsalamander. Dat deed menig molzoeker de juiste richting uitkijken. Kun je het zien? Oh ja, zo onderscheidend. Ik heb zelf thuis een axolotl. En als je dan de poot afhakt, dan groeit de poot terug. Dus dat is een heel wetenschappelijk beest. Maar zijn wetenschappelijk beest heeft Lennart al jaren. Dit was dus puur toeval. Eten geven is het hoogtepunt van een dag. Voilà. En dan kan je weer heel een dag niks doen en chillen. De echte hints zaten elders. Al van bij de start van de reeks gaven we de aandachtige kijker een behoorlijk duwtje in de rug. Want waarom was de laatste linie een driehoek en geen cirkel? Omdat je zo het symbool van het mannelijk geslacht kan vormen. En dus kon je al in aflevering 1 vijf kandidaten uitsluiten. De vijf vrouwen. Auto 2. Jullie worden verwacht. In kamer 301. In de bunker kwamen de kandidaten terecht in kamers 228 en 301. En natuurlijk stuurden we de groep van de mol naar kamer 301. Want als je de 3 een kwartslag draait, dan krijg je dit. Bovendien zaten in die kamer 4 vrouwen en 1 man. Zodra in de mol een code in beeld komt, worden in heel Vlaanderen de vergrootglazen bovengehaald. Daar moet wel een verborgen tip in zitten. Af en toe helpen we een handje en geven we mee dat je er geen moeite in moet steken. De morsecode op de bom in aflevering 4 betekende gewoon: dit is geen tip. Te vergeefs, want al snel stonden op het internet tientallen pagina's vol met commentaren die stelden dat er daarom net wel een verborgen tip in moest zitten. Maar gelukkig was er voor de fans van codes toch een manier om te weten te komen wie de mol was. Want 1 code hebben we wel gebruikt om de identiteit van de mol prijs te geven. Hier de code. De Baudot-code. Die was te vinden in de bunker om de rode knop te activeren. De code gebruikt streepjes en bolletjes om een letter weer te geven. En de mol gebruikte die code om via Isidore een subtiele boodschap mee te geven. Ik heb echt geen flauw idee. Verwennen, hè? Ja. Braven is hij, man. Hé, hey, vriendeke. En lopen dat ons geld opbrengt, hè? Ja, absoluut. Het moet een money machine worden, hè? Maar ook de echte diehard fans van de herfstbeelden wisten al langer wie de mol was. Het mooiste programma dat ooit is gemaakt. De herfstbeelden. In aflevering 4 moesten de kandidaten binge-watchen terwijl in de achtergrond de herfstbeelden getoond werden. Kijkers die elke dag de herfstbeelden binge-watchen op de VRT zagen plots een vreemde wandelaar opduiken die heel opvallend het mooie weer maakte met een grote M. Ja, ik kom er stilaan aan. Ja, doe maar, Lennart. Fans van sprookjes werden dan weer op hun wenken bediend in aflevering 7. Zij merkten natuurlijk onmiddellijk op dat Lennart daar telkens werd afgebeeld als nar. De man die mensen graag voor de gek houdt. De gekke nar gaf in aflevering 6 zelf ook een tip. Dat hij goed kon afwijken van de koers, bewees Lennart in het begin van de vlucht. Dus was het een koud kunstje om verderop weer even af te wijken. Om boven een welbepaalde gemeente te vliegen. Dat houdt het atonium niet ginder? Nee, dat is niet waar, hè. Wie toen naar buiten keek, zag niet het atomium, maar mol. Is dat je allemaal ontgaan? Je trouwe viervoeter wist wel al wekenlang wie de mol is. In elke aflevering zat een toon van 20 kilohertz. Te hoog voor het menselijke gehoor, maar wel hoorbaar voor honden. Zodra Isidore in aflevering 3 werd geïntroduceerd, werd die toon in elke aflevering gemonteerd op een beeld van Lennart. Tower, this is Captain from Mol 727. There is something wrong. Dat vreemde geblaf van je hond kwam dus niet van een indringer in je huis, maar van een mol op de buis. Hallo vrienden van YouTube. Als je nog meer video's wil, kan je hier abonneren op ons YouTube-kanaal. Of je kan gewoon hier naar de volgende video. Of je kan je eigen theorie over de mol loslaten. Dat is hier in de comments.